vergeten dat ieder mens meetelt. Het echte gevaar kwam van deze mens voor volk en vaderland. De NSB, dat is het echte populisme. Vaak wordt er wel in de huidige commentaren veel teruggegrepen. Maar als een waarschuwing kan het natuurlijk altijd dat we op moeten passen. Voor waar deze meneer vroeger voor stond. Hou dat boekje er maar even bij als je het maar ziet als je het meekomt. Ja, gewoon door, maar gewoon. En dat was meneer Mussert. Niemand wil dus beschuldigen van meneer Mussert zijn. Want dat is hij niet. Wat is hij dan wel? Waarschijnlijk een onzeker mannetje. Bang voor zijn eigen gevoelens. Bang voor een samenleving die verandert en die anders zal worden dan wat het was. Het Nederland van de jaren 70 en 80 is voorbij. Laten we dat vergeten. En populisme, de echte populisme komt elders vandaan. Komt bij de Erdogans van deze wereld. Vandaar ook dat ik toch deze waarschuwing er een beetje aan toe wil voegen. Nou, oké. Okay. Pak hem. Helaas. Ja. Opdat wij nooit vergeten, maar de geschiedenis zich nooit herhaalt. Proost op een goede en een rechtvaardige samenleving. Dank u wel.